Zo, we gaan lekker zeilen. Nog even aan het inladen. We hebben er echt weer zin in. We gaan lekker met een Messira zeilen. Natuurlijk even water tanken. Vertrekken hier Herkingen. En we gaan richting Delfzijl, Ameland, Lauwersmeer. Gultsjuit, Herkingen. Nou, we hebben er zin in, zeg. Gaan wij lekker zeilen, een week of drie. Windstil weer. Mosselbank. Dan gaan we tussendoor. Richting Grevelingensluis. Op, naar de Oosterschelde. Ik zie nu dat de brug open gaat. Dus we hebben alle tijd. We komen hier bij de Grevelingensluis aan. Nou, lekker schutten. Hij is net geweest. Dus het wordt wel een uurtje wachten. Kunnen we lekker eten. De schipper is Marcel. Ik ben de kok. Ik hou tegenwoordig van fietsen. Avontuur. En van zeilen. Er is een nieuwe techniek van opdoeken. Ja, hoe blij zijn we met deze snelheid geweest? Ja, hartstikke. Keihard, man. We zijn de sluis door. We varen nu de keten af naar de Zeelandbrug. Jouw verlangen is te... Lijkt Engeland wel. Brug over de Zeeuwse wateren. Niet zo knap dat hij na zoveel jaar nog blijft staan, zeg maar. De Zeelandbrug is 1965 gebouwd. Boven Rio en Shanghai. Hij kostte destijds 34 miljoen euro. Hij gaat open. Maar misschien kunnen we hier wel onderdoor, hè? 15 meter 90 en wij zeilen 16 meter. Nee, 15 meter 10. Oh, 15 meter 10, dus hebben we 80 centimeter over. En daar zit een spleetje. En ze stralen op je scherm. En dan varen we doorheen, dus dat moet goed zijn. En ze lopen van ver. Onderhoudskosten 1 miljoen per jaar. Ja, er al door. Dan heb je een beetje veel vliegen aan boord, zit helemaal vol. IJsselmeer heb je gelukkig alleen maar muggen. Het is altijd wat. Komt de zeewind aan, dat is jammer, want die is natuurlijk koud. En tegen. Maar we kunnen de halve wind naar de Roompot. En dan gaan we daardoor de sluis. En dan kijken we weer verder. Wij hebben nog geen wind. En daar wel. Omdat het zeewindje gekomen is, moeten we in één keer aan de wind liggen. Het waait windje 3-4. Zeeman, laat dat lopen. Kijk, we komen aan bij de Roompotsluis. De Oosterschelde kering is in 1986 gebouwd. En kostte 7,8 miljard euro. Zeeman, want en vreemd. Nou, hij is open. We gaan dit jaar voor het eerst de zee op. We hebben er zin in. Het is eerst nog een beetje noordoostenwind, eigenlijk noordenwind. En hij wordt later oost, maar dan moet waarschijnlijk de zon onder zijn. Het ziet er goed uit. Waait windje 4. Even heftig om naar buiten te komen waarschijnlijk. Eerst stukje kruisen en daarna halve wind naar de Helden.